Ik denk nou misschien bij jezelf. Mijn camera is een beetje kapot. En ik film al met een andere camera. Een camera van mijn broer. Ik krijg volgende week of zo een nieuwe camera. En dan ga ik zeg maar ownen. Ja, ook kwaliteit. Oké. Ten eerste. Yeah. Het geluid is al meerdere keren bijna geraden. Het is heel vaag. En heel veel mensen zeggen hetzelfde. Ik wil precies weten wat het is. Nou, omdat het zo lang duurt voordat het is geraden, zet ik een nieuwe prijs op. Namelijk dit. Je denkt bij jezelf, hè, dit is de Mona Lisa. Maar dat is het niet. Weet iemand wie dit is? Dit is mijn lelijke broer. En speciaal voor jullie ga ik deze erbij doen met een handtekening van hem. Fijn voor jullie, oké. We gaan door. Ik geef nog een tip. Een extra tip. Ik ben dus Kelvin en het geluid is bijna geraden. Woe! Niet veel te lullen meer. Schoon. Ik ben Kelvin en ik zeg doei. Oeh, dat is niet. Ik ben Kelvin. Ik ben Kelvin. Komt ie, hoor. Kut. Dude, what the fuck? Oké, even serieus. Oké, nou dit is mijn vriendje. Daar zijn mijn vriend. Ik ben een vriend. Ik ben de speler. Ik was eerst vriendje van zijn broer. Nu ben ik dus stikker verliefd geworden op Ik ben Peter en ik ben van Peter Pan precies. Niet meer, kom. Hey, dit is Peter, mijn trouwe vriend. We kennen Kelvin als van de eerste vlog waar je nu naar kijkt, uiteraard. Hoi. Sommigen van jullie die hebben misschien mijn andere account gezien. Kijk, Studio's heeft nu ongeveer 200 subscribers, denk ik. Dus we hebben besloten om samen te werken. Dus wij zijn samen ernstige dudes. We hebben enorme talenten. Dus nu zijn we besloten om samen te werken. Nu zijn we besloten om te pakken. Samen zijn we dus nu begonnen met een eigen bedrijf, dat heet The Creators. The Creators, voor de domme single-onderhoofd betekent dat de crea... De creatoren. Ja. Ik heb deze vertaling. Nee, creatoren is fucking leuk. The Creators. We zijn van plan om samen ergens producties te komen. Samen fucking dingen. Nou, hier, als je nou denkt van, wat? Dan is hier even een heel klein stukje wat we hebben gedaan. Wat wij doen, wat we kunnen. Oké, dan niet. Kutie, ja? Ons soort intro filmpje. We waren eerst van plan een soort Twilight namen. Ja. Dat was een meisje die vond het leuk om één dag van tevoren af te zetten. Dus nu zijn we nog steeds van plan om we hadden dus weinig tijd om te filmen, want op zaterdag waren we dus gepland om naar Sellingen toe te gaan. Dat is een kwartier reizen vandaan. Ongeveer van onze broer Groningen. Ons schaffel. Dus nu hebben we gewoon gekozen voor een intro filmpje met een vette special effects, mooie camerahoeken om goed te laten zien dat wij samen kunnen doen. Bam! We willen even vertellen, even lekker uit de grond halen, even oppompen direct wat we aan het doen zijn. Onze website. Staat hier nou? Op Peter's buikje? Onze, check de site even. tcproductions.nl. Ja, ja. Hier staat onze YouTube channel. Oh! Wat? Oh! Oké, we gaan verder. Jongens.
Sky en Keir Sixpack. Kijk maar. Dat is ook iets waar we ons mee bezighouden, in een bepaald opzicht, als we ons vervelen. Ja. Wil je die even terugleggen? Ja, sorry. Dus op onze site, prachtig site, gemaakt door Arden Bolt van gfxnederlands.nl. Bedankt. .com, sorry, gfxnl.com. Daar staat hij op zo. Dus hij is hartstikke goed geholpen als site, hartstikke vette site. Dank. Check zijn site ook. Hij is een partner van ons, dus... Hij is pro, hij is goed aan websites maken. Op onze site staat natuurlijk bewonderen de nieuwste filmpjes van Kelvin, zijn vlogs. En ook een nieuw onderdeel, de vlogs. Dus dat zijn dus gewoon vlogs van mij geschreven of andere dingen. Kijk op die website, subscribe op ons kanaal. Ik zal er wel eens weer wat over gaan vertellen in mijn normale vlogs, als deze homofiel er niet bij is. Nee, klopt. Daarom. En trouwens, het valt op meisjes hoor. Nou, als we een lul hebben in ieder geval. Wat we hiermee dus willen zeggen is, kijk op onze website, kijk op ons YouTube channel. Hij staat er nou vast niet meer, omdat anders staat hij er te lang. Dus nou moet je eigenlijk gewoon naar Peter kijken. En bedankt, GFX Netherlands, voor je website. Kijk ook even op hun site. Als je denkt, ik heb altijd al een website gevonden, Peter. Nou, dan kun je heel simpel een mailtje aan. Bij ons kun je een invulformulier op de site. Daarop kun je alles invullen. En dan word je doorgevonden met GFX en dan kan je misschien. Super cool! Uber augustus! Oh, dit is zo geweldig! Maar jij moest dan nodig mij pijpen? Ja, even over dat stukje. Het was niet echt. Nee, het was niet echt. Wij zijn allemaal... Ja. Nee, het was gewoon half in mijn mond, niet helemaal. Oké, dat is het. Hey jongens, ik zie jullie volgende week weer. Ik ben Kelvin en ik zeg bananen jongens. Of appels. Oké.